De provincie Zeeland bestaat 200 jaar. Maar de geschiedenis van dit gebied is al veel ouder. Een jaar lang de Kanon van Zeeland. Met deze week Mondriaan in Domburg. Domburg was aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw de badplaats van Zeeland. Maar ook kunstenaars wisten Domburg in die periode te vinden. Zoals de later wereldberoemde schilder Piet Mondriaan. Dit is de Victory Boogie Woogie. Het laatste, een helaas onvoltooide schilderij van Piet Mondriaan. Daarin probeerde hij tot uitdrukking te brengen een dynamische beweging in evenwicht. Evenwicht, harmonie, was waar Mondriaan zijn leven lang naar gezocht heeft. En eigenlijk is het hier in Domburg begonnen. Hier heeft hij de belangrijkste ontwikkeling in zijn hele oeuvre doorgemaakt, namelijk de overgang van figuratief werken naar abstract werken. Piet Mondriaan geldt als een pionier van de abstracte kunst. Vooral zijn geometrische werk met enkel zwarte lijnen en primaire kleuren maakte hem wereldberoemd. Kijk, hier zie je duidelijk wat ik bedoel. De enorme overgang tussen deze tekening van de kerk uit 1909 en deze uit 1914. Hier had hij overigens al kennis gemaakt met het cubisme na een eerste verblijf in Parijs. Een volgende ontwikkeling hier in Domburg is dan de zogenaamde Pier & Ocean reeks, de plus-minus reeks. Hier zie je de strekdam of de paalhoofden in zee, zoals je ze hier ook ziet. Die hebben duidelijk Mondriaan sterk beïnvloed en ook zijn benadering horizontaal, verticaal, wat hij terugvond overigens in het vlakke land van Walcheren met een vuurtoren, een molen, een kerk en de paalhoofden. Dat zie je heel duidelijk tot verdere ontwikkeling komen in die periode. Mondriaan was niet de enige kunstenaar die aan het begin van de 20e eeuw in Domburg verbleef. Tal van schilders kwamen naar de kustplaats en maakten er een van de belangrijkste kunstenaarskolonies van Nederland van. Toerisme was in Zeeland al vanaf het begin van de 19e eeuw in opkomst, vooral in de kustplaatsen en met name Domburg, waar vanaf 1906 ook een stoomtram naartoe reed. Op de plek waar het huidige badpaviljoen staat, werd in 1837 het eerste badpaviljoen neergezet. In 1889 werd het vervangen door een karakteristiek gebouw met onder andere een concertzaal en een groot terras. Het werd het trefpunt voor de badgasten. Die gasten, vooral de elite, waren onder de indruk van de ongerepte natuur, de duinen en het strand, waar je rieten strandstoelen en houten badhokjes vond. Velen lieten zich hier met een koetsje over het strand in zee rijden om vervolgens een bad te nemen. En het bijzondere was dat wel Domburg ervaren werd als een badplaats met veel gezonde eigenschappen. Er is ook wat medisch onderzoek naar gedaan. Er was een krachtige golfslag, zoutgehalte was hoog, zuiverheid van het water en van de lucht. Dat telde allemaal mee om een begin te maken van inderdaad het toerisme in Domburg. De Amsterdamse arts Dr. Metzger was overtuigd van de medische kracht van Domburg. Dankzij hem beleefde het stadje aan het eind van de 19e eeuw een bloei als kuuroord. In het spoor van Metzger volgden veel welgestelde badgasten, waaronder leden van de Europese adel, zoals koningin Elisabeth van Roemenië, die romans en gedichten schreef onder de naam Carmen Silva. In 1889 verbleef ze een maand in Domburg, waarbij ze de dag meestal doorbracht in de later naar haar genoemde villa aan zee. En aan het begin van de 20e eeuw streken er dus veel kunstenaars neer. De eerste was de toen al bekende schilder Jan Toorop. Hij kwam er op uitnodiging van kunstenares Mies Ellout Drabbe, die er woonde. In de jaren daarna volgden tal van anderen, waaronder dus ook Piet Mondriaan. Er was geen sprake van een gemeenschappelijke stijl bij de schilders. Je kon absoluut niet van de school spreken. Wat deze mensen bond, was de liefde voor het Walcherse land. En de prachtige luchten hier, het Zeeuwse licht dat bijna van twee kanten over het eiland neerviel. Dat was wat hun inspiratie gaf naast de Zeeuwse bevolking. Want je had hier natuurlijk prachtige Zeeuwse koppen.
De Domburgse schilders organiseerden ook exposities. Eerst in het Badpaviljoen en vanaf 1911 in een speciaal opgericht houten gebouwtje, waarvan tegenwoordig een replica in het centrum van Domburg staat. Na de Eerste Wereldoorlog bleven de kunstenaars weg uit Domburg. Maar de badplaats behield zijn aantrekkingskracht. Steeds meer toeristen vonden hun weg naar de Zeeuwse kust. Domburg is dé klassieke badplaats van Zeeland. Aan het begin van de vorige eeuw vooral voor de elite. Tegenwoordig, net als alle andere Zeeuwse badplaatsen, voor iedereen. Wil je meer weten over dit kanonvenster en zo de geschiedenis van Zeeland ontdekken en beleven? Kijk dan op www.zeeuwseankers.nl.